Ik maak beelden en ik werk voornamelijk in bons. Ik zet dat op met materialen, organische materialen. En ik probeer dat zo primitief mogelijk te houden om terug te gaan naar de basis, zeg maar, van de natuur. Berenklauw is dat. Die ga ik dan zoeken overal, op maat. Die we dezelfde maten hebben in de uitvergroting dan. Dus bijvoorbeeld maal 3 of maal 4 van die dingetjes. En die plak ik dan in elkaar en dat gaat dan naar de bondschieterij. Dit kun je ook uitstoken, dus dat... En dan ga ik het weer allemaal in elkaar lassen. Met name is het belangrijk bij een beeld, vind ik, of bij mijn beelden, is dat de inhoud, of de ziel, zeg maar, van een beeld, die moet gewoon heel erg goed kloppen. En daarvan werk ik uit. Ik kijk in eerste instantie eigenlijk helemaal niet naar de vorm. Mm-hmm. Dus inderdaad probeer ik in dat poëtische proces, zeg maar, mm-hmm. probeer ik dat tot een beeld te brengen. Een ander, de toeschouwer, dingen erin vindt die hem raken, dat hetzelfde wat ik zelf ook heb in dat proces. Het moet mezelf ook raken. En dat is de bezieling van een beeld. Dus ik ben daar eigenlijk, tijdens het proces word ik ook mijn eigen toeschouwer van mijn eigen beeld. En dan komt die ziel erin. Het is zeker een vak, ja. Het ja. is zeker, zelfs ook best wel een moeilijk vak. Om het makkelijk te doen laten overkomen, want dat is wat ik ook met mijn werk wil, het moet niet te moeilijk overkomen. En dan zit je vaak met technische dingen die juist heel moeilijk zijn. Ik weet van tevoren nooit wat het gaat worden. En dat maakt het ook wel heel erg mooi, maar daar ben ik niet meer zo bang voor. Vroeger was ik daar heel... kon ik daar wel eens wel bang voor worden als ik een opdracht kreeg. En dan dacht ik, hoe moet je dat gaan uitvoeren? En nu ben ik daar eigenlijk, nu heb ik zoiets van, kom maar op. En dat vind ik eigenlijk wel leuk. Want ik heb voor mezelf bewezen dat ik dingen tot een goed eind heb kunnen brengen. En dat is natuurlijk wel leuk als dat lukt.